Vanmiddag om 12 uur kwam er een grote menigte in beweging om mee te doen aan een bijzondere recordpoging. Onder leiding van oud-topopdanseres Penny de Jager proberen deze krasse knarren het record aerobics voor 50-plussers te verbeteren. Een record dat al in handen is van de 50-plusbeurs. Dat klopt, we hebben het in 1995 ook gedaan. Toen met wijle Donald Jones hebben we 1069 mensen gehad. En we was nou langzamerhand wel weer eens tijd om het te verbeteren. En Penny kwam ook met het aanbod, nou daar kan je natuurlijk geen nee tegen zeggen. Van tevoren is gewaarschuwd om goed op jezelf te letten. Als je lichaam het niet aan kan, dan moet je stoppen. Maar de menigte is fanatiek. Sommigen wanen zichzelf even Penny de Jager. Ze doen de oefeningen geheel op eigen manier of kijken liever toe. Ik heb last van mijn benen. Ik ben geopereerd geweest. Dus ik wil dat maar niet forceren nu. Dus liever dus maar niet. We doen iedere dag sporten. We doen iedere dag sporten. Twee keer in de week zwemmen. Dus zo'n half uurtje met Penny de Jager is voor u niks? Voor niks. Nee hoor. We gaan nog wel langer. Een uurtje doorgaan. Ja. De 30 minuten vliegen om. Nog een paar minuten voor de recordpoging voorbij is. Tijd om te cool downen. Het was echt waanzinnig. Het is, en allemaal, ze hebben het zo goed volgehouden. Het is, en al die armen de lucht in. Het was grandioos, echt waar. En gelukkig hebben we het record gehaald. 1178 mensen. En dat is meer dan 100 extra dan wat we nodig hadden. Want we moesten de 1070 halen, dus dat is gelukt.